baas. Ik peddel al zo snel als ik kan. Sam, ik leg vast een veiligheidslijn aan voor Hydrus. Begrepen, Jenny. Je kunt, Sam. Ik leg hem hier stil. Elvis, haal jij Klaas aan boord. Begrepen, Sam. Je zal toch moeten springen, Max. Oké dan. Max! Max, pak deze. Heb eens. Oké, Max. Je bent veilig. Maar goed dat je een reddingsvest aan hebt. Het spijt me, oom Sam. Ik was denk ik een beetje te enthousiast met het maken van de video. Als jullie in de buurt zijn van water, moeten jullie veel voorzichtiger zijn. De stroming is af en toe zo sterk. En blijkbaar zijn ventilatoren dat ook. Sorry brandweerman Sam. Sorry. Nou, gelukkig zijn jullie veilig. En we hebben een gave videoclip. Hoi allemaal en welkom bij de vertoning van de allereerste rockvideoclip van Klaas de Jukkemeester Kozijn. Dit klinkt allemaal al heel erg goed. Dit wordt echt geweldig. Oh, het is vast prutswerk. Ik kwam door Vegas, het feestgedruis. Ik was juist in Pruisen, maar het is nergens zoals thuis. Ik was in New York en in Seoul. Toch is er maar één plek waar ik me helemaal thuis voel. Dat is Piekepolder, daar hou ik van. Oh yeah! Piekepolder, oh, met onze brandweerman Sam. Oh, dat was fantastisch, toch? Klaas heeft echt een geweldige stem. Sarah, dat was eigenlijk een hele goede videoclip. Mag ik misschien toch nog meedoen met de band? Natuurlijk, Norbert. De ukulele is voor iedereen. Maar die vreselijke pruik zet ik niet nog eens een keer op. Daar kreeg ik jeuk van op mijn hoofd. Och, wat jammer, Klaas. Je zag eruit als een echte rockster in die videoclip. Jongens, naar buiten. We moeten brandweerman Sam bellen. Brenda was haar vlammetjes met vuurvlokken aan het maken. En daardoor is brand ontstaan in het Volviscafé. Brenda was haar vlammetjes met vuurvlokken aan het maken. En daardoor is brand ontstaan in het Volviscafé. Kom op allemaal, ga aan de kant. Geen zorgen, Sam. Ik assisteer. Ik ga Brank en Sam een handje helpen. Nou, ga dan maar gauw, klein broertje. Wat zou er aan de hand zijn? Kom op jongens, hier is het wat veiliger. We gaan aan de slag. Even Sam. Is iedereen in orde? Alles oké. Ja. Ja, wij zijn in orde. Ellen, draai jij het gas uit, dan blus ik de brandende olie. Begrepen, Sam. Het gas is uit, Sam. Dank je, Ellen.
Goed gedaan. Nou, Brenda, de brand is geblust. Al zul je daar voorlopig geen vis meer frituren, ben ik bang. Maar het is me wel gelukt om deze te redden. Het spijt me, Sam. Ik had op de pannen moeten letten, maar ik zat met mijn hoofd in de kastjes. Ik was me veel te veel aan het haasten. Haastige spoed is zelden goed, Brenda. En je moet onthouden dat veiligheid het allerbelangrijkste is. Dat weet ik, Sam. Gelukkig is iedereen nog in orde. Zeg dat wel. Oh, bedankt, oom Sam. Een vlammetje met vuurvlokken? Oeh, dat klinkt wel goed. Ik heb ze nog niet kunnen proeven. Hmm, echt heerlijk. Ja, erg lekker. Door een brandend billboard staat een tankwagen in brand op de kade van Piekepolder. Door een brandend billboard staat een tankwagen in brand op de kade van Piekepolder. Verlaat dit gebied onmiddellijk. Marco, ik heb je nodig om het tweede waterkanon van Titaan te bedienen. Ik ben niet getraind als brandweerman, Sam. Weet ik, maar we moeten snel zijn. De veiligheid van Piekepolder is in het geding. Kom maar op dan. Ben, breng ons op een veilige afstand. Oké, Marco. Hou hem rustig, richten en blussen. Oh, oh. Hebben. Jenny, wij kunnen niet bij het vuur aan de andere kant van de tankwagen. Dus wij proberen de wagen te koelen totdat jullie er zijn. We zijn weer bijna, Sam. Dit vuur moeten we bestrijden met schuim, Elvis. Begrepen, Jenny. En nu blussen we die kleinere brandjes ook. Alle branden zijn geblust, Sam. En de tankwagen is afgekoeld. De kans dat hij nu nog zal ontploffen is klein. Bedankt, Marco. Als je ooit wil stoppen als politieagent, dan willen wij je wel hebben als brandweerman. Bedankt, Sam. Maar het blussen van branden laat ik liever aan jullie over. Hebben jullie toevallig iets met dat op hol geslagen billboard te maken gehad? Ja, maar niet met dat op hol slaan. Oh, het spijt me. Ik was jaloers en bang dat Mark met zijn geweldige billboard meer publiek bij zijn show zou krijgen dan ik. Ik denk dat jullie een veiliger manier moeten vinden om mensen te vertellen over jullie shows. Misschien kunnen jullie zelf samenwerken aan een hele speciale show. Oh, daar had ik nooit aan gedacht. Magie en trommels. Maar beter is toch trommels en magie. Bravo! Ik zie dat je ze al die posters hebt laten weghalen, Marco. Ja, ik hou Piekepolder graag een beetje netjes. Tada! Waar moeten we heen, broertje? Dat weet ik niet. Maar hoe gaan we hier dan ooit uitkomen? Het komt allemaal goed. Doe deze natte zakdoeken over jullie neus en mond. Dat zal helpen tegen de rook. En we blijven laag bij de grond waar de lucht het meest schoon is. Oh, konden we brandweerman Sam maar laten weten waar we zijn. Wacht eens. Als deze bomengroep hier is en dat daar is het pad, dan zijn deze rotsen nog maar een klein stukje verder. Misschien heb je daar wel genoeg bereik. Oké, jullie blijven hier. Ik ben zo terug. Marco, zijn jullie allemaal veilig? We zitten vast op een open plek en Mark is gewond. Ik stuur je onze precieze locatie. Die plek ken ik, maar het duurt wel even om er te komen. Net op tijd, Tom. Ik stuur de locatie van de gestrande wandelaars. Hou het vuur bij ze vandaan. Hebben, Sam. Ik ben onderweg.
Danny, we gaan het zo doen. Ik heb Venus nodig met een picknickplek. Zo snel mogelijk. Begrepen, Sam. We zijn onderweg. Hallo daar beneden. Geen zorgen. Sam is onderweg. Alles komt helemaal goed, jongens. Arnoud, ik wil dat je Elvis en Ellen helpt en vanaf deze plek gaat blussen. Jenny, wij gaan zorgen dat er een natte doorgang door het bos is om iedereen in veiligheid te brengen. Begrepen, Sam. Oh, de rook wordt steeds dikker. Dat bedoelde ik dus. Mark rijdt mee in Venus en wij volgen te voet, maar laag blijven. Sorry dat ik grapjes maakte over je kaart, pap. Jij hebt ons uiteindelijk gered. Dank je, lieverd. Maar we hebben het allemaal gedaan, met elkaar. Oh, en de dieren zijn gelukkig ook veilig. Oh, ik denk dat de bosbrand door dit vergrootglas komt, Sam. Oh, oepsie. Die is denk ik van mij. Norbert, als het zo warm en droog is, moet je niet alleen voorzichtig zijn met kampvuren en barbecues. Een vergrootglas kan dan ook gevaarlijk zijn. Oh, het spijt me. Maar er kwam een gigagroot rood fladderding op me afgevlogen. Bedoel je een lieve heersbeestje, Norbert? Maar... hij zit op een... Barbecue is van de heuvel afgerold en heeft brand veroorzaakt bij station Piekepolder. Een barbecue is van de heuvel afgerold en heeft brand veroorzaakt bij station Piekepolder. Kom op, naar Venus. Goed zo, Radar. Nu de sprongen. En door de tunnel. Hoera! Wat goed! Goed gedaan, Radar! Commandant Stauffer, Sam. Er is brand bij het treinstation. Jenny en Arnoud hebben ondersteuning nodig. Begrepen, commandant. We zijn onderweg. Sorry, jongens, maar het is helaas niet anders. Radar, kom! Is, het vuur verspreidt zich in de richting van de brandstofvoorraad van Bessie. Hou jij de tanks koel? Begrepen, Sam. Arnoud, jij blust het brandende gras. Jenny, jij en ik doen de grote brand. Begrepen, Sam. Sam, het vuur verspreidt zich nog steeds. De tanks zijn veilig. Heel goed, Elvis. Ga nu Arnoud maar helpen met de grasbranden. Begrepen, Sam. Goed gedaan, team. Kijk eens aan. Geroosterde, pittige worstjes voor iedereen. En geroosterd boven een echt kampvuur, hè? Oh, wat ruikt dat lekker. Zo, ik heb de kip te pakken. Sorry, Gerrit, maar zelfs een wilde man eet dat niet. Snuffy? Nee! Gerrit, ik denk dat je veel duidelijker de baas moet zijn van Snuffy. Honden reageren op sterk leiderschap. Oh ja? Sam is een superleider met honden. Je had hem daarnet moeten zien met Radar, joh. Oh nee! Radar heeft de worstjes te pakken. Oh. Hey. Radar, kom hier!
Ik ben bij de rivier. Hier is niks te zien. Hoe is het bij jou, Jenny? Wij zijn bij de bergkam. We zien nog niets. Marco, en jij? Nee, helaas. Niemand hier. Maar ik blijf zoeken. Hey, maatje. We hebben een lekker vuurtje om ons warm te houden, dus hou nog eventjes vol. Sam heeft me nog nooit teleurgesteld. Hey, wacht. Wat is dat? Sam, Saturnus heeft iets gevonden en het is vlak bij jouw locatie. Ik leid je erheen. Begrepen, Arnoud. Dat geluid ken ik wel. Dat is Saturnus. Hé, hey, ik ben hier! Sam! Oh, wat ben ik blij om jou te zien, maat. Ook fijn om jou te zien, Tom. Hoe is het met de patiënt? Oh, prima hoor. Maar hij zal zich beter voelen als Leni hier is. Ah, kijk eens wie we daar hebben. Hallo, kleine jongen. Oh, zo te zien kun je wel wat hulp gebruiken. Hoe wist je nou waar we waren? Ah, nou, dat hebben we te danken aan een ruimteboterham. Oh, geweldig! Wauw, wat is dat prachtig, zeg. Fijn dat we je ballon hebben teruggevonden, Jaap. Maar ik ben bang dat de boterham het niet heeft overleefd. Heb je er een hap van genomen, oom Sam? Ik denk niet dat de brandweerman Sam was, Sarah. Kijk maar eens. Nou, hij is in ieder geval de ruimte in geweest. Gefeliciteerd, team Boterham. Zullen we de volgende keer een hartige taart doen? Ja, met kikkererwten. Nee, want daar wordt hij dan weer veel te zwaar van. Maar ik hou van kikkererwten. En dat kleurt prachtig in de ruimte. Echt niet. Echt wel? Nee, echt niet. Echt wel? Echt niet. Ik wou dat ik in de ruimte was. De pioniers zijn bij de rivier. Wij moeten snel zijn. We kunnen beter via het bospad. We geven ze aan. Blijf daar en afstand houden. Het vuur verspreidt zich in beide richtingen. Arnoud, Ellen, jullie blussen het gras. Dan blussen Elvis, Jenny en ik de bomen. Kom op. Klaar voor? Jazeker. Het wil mij niet uit, Sam. Jenny, ga met Venus naar de andere kant om te blussen. Begrepen, Sam. De brand in de boom is geblust. En de vlammen in het gras zijn gedoofd. Hoera! Misschien kunnen we nu eindelijk over die rivier gaan varen. Volgens mij is dit de oorzaak van de brand. Dan was het mijn schuld, oom Sam. Ik heb papa's kapotte oplader gebruikt voor mijn tablet. Jaap. De draden van deze oplader zijn beschadigd en die hebben de brand veroorzaakt. Controleer altijd of elektrische apparaten nog heel zijn voor je ze gebruikt. Het spijt me echt heel erg, oom Sam. Jaap, je moet nog wel door voor het insigne. Het vlot moet het helemaal redden tot aan de brug. Yes! Daar gaan we dan. Jee, we varen! Eindelijk! Gefeliciteerd! Iedereen heeft vandaag het vlotbouwinsigne verdiend.
Hoera! Goed allemaal, we gaan weer terug. Ik zou commandant Staal laten weten dat Jupiter helemaal in orde is. Hij zal wel bezorgd zijn. Nou, dit is mijn laatste schone shirt. Moet ik wel uit de buurt blijven van Crispijn. Hallo, commandant Staal! Oh!